Dit is Welkom bij Rijnmond, met vandaag. Eigenaresse waarschuwt andere hondenbezitters voor vervuild water in Barendrecht. Koos is ook heel verdrietig, die is steeds aan het zoeken. Guus had altijd een kluif en een knuffeltje en die legt hij steeds bij de deur. Dit werk is op een historische plek. We hebben voor 2014 al een heel groot deel van de binnenstad gedaan. En nu, na heel veel overleg en goede plannen maken, mogen we dit laatste stukje doen. En bijzonder rapduo duikt de studio in voor kansarme jongeren. De schulden zijn dus in kaart gebracht. We weten precies hoeveel dat is. Schuld? Nou, iets van 25.000. Vanavond en vannacht klaart het op en blijft het droog. Met een temperatuur tussen de 3 en 5 graden is het beduidend koeler dan de afgelopen nachten. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Donderdag geregeld zon, het blijft droog, temperatuur van een graad of 11. De zuidoostenwind is matig van kracht, aan de kust vrij krachtig. Welkom bij Rijnmond. Straks het verhaal van een echtpaar. Al 42 jaar wonen ze aan de Sjaarloze Lage Dijk. Ze hebben een brief gekregen waarin staat dat ze eind dit jaar hun woning moeten verlaten. Met de bijbehorende grond en alles wat hun lief is. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws en verhalen uit onze regio. Een straf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. En opnieuw is een tantramasseur veroordeeld. Tweede keer na een veroordeling in Utrecht. Heel belangrijk voor de slachtoffers zelf, maar ook breder voor andere mensen die zijn misbruikt in een vergelijkbare setting. Een Rotterdamse tantramasseur is hier op de rechtbank veroordeeld. 5 vrouwen, klanten van hem, die hadden aangifte tegen hem gedaan. En de rechter heeft gezegd dat zij inderdaad door hem seksueel zijn misbruikt. Rob Hogendoorn, zelf boeddhist, heeft veel onderzoek gedaan naar misbruik in het boeddhisme en ook onder tantramasseurs. En hij is blij met deze uitspraak. Aangifte doen heeft zin, hè? Aangifte doen heeft zeker zin. Er wordt wel eens een beetje schamper over gedaan, alsof dat een soort hopeloze zaak is. Maar dit geval en het eerdere geval in Utrecht bewijst dat het helemaal niet hopeloos is. En de daders gewoon veroordeeld worden. Gaan er meer volgen in deze tantrawereld? Ik denk het wel. Ik denk dat het een kwestie van tijd is, omdat ik weet dat er nog steeds misbruik is. En hopelijk gaan de slachtoffers hier een aanmoediging in zien om zelf ook aangifte te doen. Maar ook daarbuiten, in boeddhistische kring is veel misbruik. En die slachtoffers kunnen zich ook aangemoedigd voelen hierdoor. Ja, gaan we uit, hè, Koos. Nu nog met 1. Normaal liep ik hier met 2 honden. Guusje. Guusje was er ook altijd bij. Liep ik met 2 honden. Dat was hartstikke gezellig. Guusje die is overleden aan de ziekte van Weil. Die ze heeft opgelopen in de Zuidpolder in Barendrecht. Door uit stilstaand water te drinken. En daardoor werd ze heel erg ziek. De oogwit was geel, ze had geelzucht. De binnenkant van de oren was geel. Waren geel en toen zijn we naar de dierenkliniek gegaan. Ze heeft daar 4 dagen gelegen aan de infusen antibiotica, vocht om de urine weer op gang te krijgen. Dat is wel gelukt, maar de nieren waren dusdanig beschadigd dat ze het niet zou gaan redden. Ja, heel verdrietig. Koos is ook heel verdrietig, die is steeds aan het zoeken. Guus had altijd een kluif en een knuffeltje en die legt hij steeds bij de deur of in zijn mand. En dan gaat hij wachten totdat hij, dan denkt hij gewoon dat ze terugkomt. Maar Guus komt natuurlijk niet meer terug. Dus hij is heel, een beetje depressief. De laatste tijd, zo'n beetje de afgelopen 5 maanden, hebben we toch 5 honden gehad die positief getest zijn op de ziekte van Weil. Het is iets wat overgebracht wordt door ratten. Ratten zijn drager daarvan en die kunnen het uitplassen in de omgeving. Dus in oppervlaktewater waar die ratten zwemmen of in het gras waar ze lopen en dan ook plassen. Honden die daar zwemmen of die daar gewoon in het gras lopen te snuffelen, die kunnen in aanraking komen met die besmette urine. En op die manier de ziekte oplopen. Het beste wat je kan doen is gewoon vaccineren om in ieder geval de bescherming van je dier zo goed mogelijk te maken. Verder, de rattenbestrijding in ieder geval zo goed mogelijk in de omgeving. Maar dat is natuurlijk een taak van de gemeente. Verder kun je eigenlijk niet zo heel veel doen. Of je moet je hond echt binnen opsluiten. Maar ja, dat wil ook niemand natuurlijk. In Maassluis wordt de historische kade aan de Goudsteen gerenoveerd. De waterkering is er slecht aan toe.
Er wordt ook nog 20 centimeter hoger om een sluis droog te houden. Een historische plek, want Napoleon legde er zijn Rijksstraatweg 4 aan. We gaan hier op het kruispunt van de Noordvliet, Veerstraat en de Goudsteen. Daar komt een vlak van, laten we zeggen, ongeveer 2 vierkante meter, 3 vierkante meter terug. Waarbij we een stuk van die Rijksstraatweg nummer 4 visueel terugbrengen met kinderkopjes. De start van de renovatie van de Goudsteen in Maassluis werd vanochtend gevierd. Het wordt mooier en veiliger bij hoogwater. De laatste fase met de Goudsteen hebben we voor 2014 al een heel groot deel van de binnenstad gedaan. En nu na heel veel overleg en goede plannen maken mogen we dit laatste stukje doen. Een laatste stukje, een historisch stukje. Want hier liep de oude Rijksstraatweg nummer 4 van Napoleon Bonaparte. Ja, dat klopt. Rijksstraatweg, de naamgevers en de bedenker van het straatwegennet ter bevoorrading van zijn troepen. Hier Rijksweg 4. Van noord naar zuid liep hier over langs. Dus het is een bijzondere plek en dat gaan we ook terugzien straks als het wordt opgeleverd. Hè. Er komt hier iets van een soort plaveisel dat aan die tijd doet denken. Ja, dat klopt. We hebben daar uiteindelijk moeten we natuurlijk wel de totale uitstraling van de binnenstad willen we zo gelijk mogelijk houden. Maar samen met de historische vereniging en de commissie cultureel erfgoed hebben we een manier gevonden om toch een stukje terug te brengen van die Rijksstraatweg. De geschiedenis moet natuurlijk verteld worden. Ja, nee, dat klopt. Dus we willen dat laten zien. Enerzijds dus inderdaad in de weg en twee met informatiebord, zodat men kan zien wat er hier liep, zonder dat het echt weer gaat lopen. We verwachten hier tot maximaal 13 weken werk te hebben. Er is heel veel voorbereiding gedaan. Kabels en leidingen zijn al in het najaar van vorig jaar gedaan. Toen heeft de aannemer Van Dijk heeft ook al heel veel voorbereidende werkzaamheden voor dit moment gedaan. Dus we kunnen vanaf nu kunnen we in één keer door, zodat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. Hoe stond de Napoleon er altijd bij? Dat was iets met de hand. U heeft wel de perfecte jas daarvoor. Hè? Ja, zo hè. Dan, iets lager dan een beetje dit niveau, denk zakken, ik. Hè? Ja. Napoleon zou zeggen, bon succes. En dat zeg ik met hem. Dankjewel. Merci beaucoup, hè? Merci beaucoup. Janine en Karel van Eyck wonen al 42 jaar aan de Sjaarloze Lage Dijk. En het is een walhalla. Maar voor de kerst ontvingen zij een aangetekende brief. Eind dit jaar moeten ze eruit zijn. Ik liep gelijk te trillen op straat, want ik had hem op straat opengemaakt. Want ik denk, wat is dit voor brief? Dus ik ben naar mijn auto gelopen en eigenlijk ben ik eerst even gaan zitten brullen voordat ik ben gaan rijden. Kiep, kiep. Kiep, kiep, kiep. Dat kwam behoorlijk binnen, ja. En vooral de toon. De toon van zo'n brief. Ja, ik had het zo nooit verwacht. Ja, het kwam helemaal als een donderslag bij heel de hemel, omdat begin december de verhuurder nog bij ons is geweest, ja, om te zeggen dat we gewoon dat er voorlopig niks zou gebeuren. Dat we in ieder geval 2020, ja, gewoon konden blijven zitten. En dat was de zoveelste keer dat we dat te horen kregen. Dus het gaat er bij mij eerlijk gezegd een beetje hierin en hier weer uit. Maar we hadden dus totaal zo'n brief niet verwacht. Ja, en dan ga je nadenken van, goh, wat betekent dit allemaal? Wat moeten we hiermee? De meeste heb ik allemaal geboren zien worden. Want we zijn begonnen met een paar schaapjes, maar dit is het resultaat. Het is gezellig als je hier 's avonds zit en ze hebben het te eten gekregen. En het waait of het regent of wat dan ook. En je zit hier, je komt zo tot rust. Dat geknabbel en dat gesnuffel, ja, dat is eigenlijk niet zo goed uit te leggen. Nou, ik heb nu al een paar mensen die gereageerd hebben die wel een paar schaapjes willen. Dus ik heb goede hoop. Maar ja, dat is een ouwetje. Nee, die dat is de oudste. Dat is een die blijft nog hier. Ja, het is nu eenmaal zo. Het is nu zo. Dus ik gooi even daar nog wel een beetje. Het schijnt dat er nu een akkoord is met de grondeigenaren. En ook de gemeente staat niet onwelwillend tegenover de plannen die er zijn. Dus een projectontwikkelaar die wil in principe hier woningen gaan bouwen. Dat is er aan de hand. En wij huren de grond per jaar. Dus dan, dat is ook contractueel zo geregeld.
Dus die grond, daar moeten we wel vanaf. En we moeten van die schapen af. Dat is het punt een beetje. Het gebied rond Blue City, het voormalige Tropicana, krijgt dit jaar een flinke opknapbeurt. Zo gaat het grijze gebied veranderen in een groene oase. De aanpassing van de buitenruimte bij Blue City is onderdeel van het programma Rivieroevers. We gaan van deze stenige parkeerplek gaan we een mooie groene verblijfsruimte maken. Dat doen we door een soort groene sjaal om het gebouw heen te leggen. Met mooie planten, bloemen, grassen. We gaan een grasveldje maken en een aantal bomen planten. En er komen ook bankjes bij, zodat je goed kan genieten van deze mooie plek aan de Maas. Het is nu natuurlijk echt een grijze massa inderdaad. En we gaan zo meteen naar groen. Maar voor Blue City betekent dat we naar blauw gaan. Want hoe meer bomen in de stad, hoe beter dat ook voor het milieu is. En dat is waar wij natuurlijk helemaal voor gaan. Deze zomer is het 10 jaar geleden dat zwembad Tropicana haar deuren sloot. Al die tijd bleef het gebied om het pand heen zoals het was. Maar daar komt na al die tijd dan toch verandering in. Nou, we wisten een tijd niet wat er zou gebeuren met dit, laten we toch wel zeggen, bijzondere gebouw. En we zien nu dat Blue City, zeker aan de achterkant van het gebouw, aan de slag is en de boel dichtzet. En daar allemaal creatieve bedrijven in komen. Dus wij denken dat nu het moment is om daarop aan te sluiten en hier een mooie verblijfsruimte van te maken. Waarom wil Rotterdam dit? Binnen het programma Rivieroevers wordt ook omschreven dat we de Maas aantrekkelijker willen maken. En dit is een van de projecten daarbinnen. Dus we willen de rivieren en het water, wat zo'n belangrijke rol in de stad inneemt, eigenlijk een mooiere verblijfsruimte geven daaromheen. De ondernemers in Blue City zien het helemaal zitten om straks in een groene oase te werken. Al moeten ze zelf ook nog een aantal aanpassingen aan het gebouw doen. Wij gaan zelf de hele buitengevel openmaken. Dat is nu ook helemaal niet grijs, maar wit, witte stenen. En voor ons is het heel belangrijk dat de circulaire economie zichtbaar is, ook voor burgers van Rotterdam. Dus wij gaan de hele plint openmaken. Dus alles wordt glas en dat moet af zijn voordat de gemeente gaat beginnen met de verbouwing van de buitenruimte. Dus dat wordt nog even doorbikkelen. We zullen beginnen voor de zomer en we willen dit jaar klaar zijn. Het belangrijkste nieuws op de nieuwjaarsreceptie van Sparta ging over het vernieuwen van het trainingscomplex Nieuwe Terbregge. Sparta heeft al bij de gemeente de plannen gepresenteerd in december, maar dat leidde nog niet tot tevredenheid. Nou, ik heb aangegeven in mijn verhaal dat de eerste reactie, daar schrokken we wel een beetje van. Met name omdat er op Rotterdam-Zuid met een veel groter risicoprofiel vergelijkbare ontwikkeling plaatsvindt. Ja, daar zit stedelijke ontwikkeling bij. Maar die zit hier ook heel nadrukkelijk in de pen. Spaanse polder en het hele gebied rondom de Vanellenfabriek is een ontwikkelgebied voor de gemeente Rotterdam en voor de stad Rotterdam. En daar hoort dit stadion bij in. Heeft een hele mooie centrale plek. Dus wij vinden dat het uiteindelijk daar mooi in te passen is. Alleen wij kunnen niet wachten als club totdat die gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Ben niet je mattie, ook niet je broeder. Meer een hoeder, een moeder en soms een loeder. Doe met je op. Dit zijn Didi en Jermaine. En ze doen een zelfgeschreven rap over de Rotterdamse douwers. Een valse start, geen huis, geen werk, wel schuld is zo gebeurd. De Rotterdamse douwers is een sociaal project waarbij douwer Didi Jermaine hielp zijn leven weer op de rit te zetten. Door hem te helpen met schulden en huisvesting. De schulden zijn dus in kaart gebracht. We weten precies hoeveel dat is. Schuld? Nou, iets van 25.000. Schuldeisers zijn benaderd, dus er komt niet nog weer rente bij. Alles is bevroren. We hebben gekeken van hoeveel geld je erover hebt, zodat je het kan betalen. En zodat je ook nog door de maand kan komen. En hij is ook al sinds het begin wat aan het aflossen. Wat ik heel knap vind van een uitkering voor bankslapers. Ik had geen dak op mijn hoofd, ik had geen zeer om te leven. Maar de douwers die houden me hoog en ik verwerk nu problemen. Kijk naar mijn leven en show, ik moet toch zorgen voor eten. Nu zijn we nog bezig aan het zoeken voor woning. Dat ik dan gewoon op mijn eigen woonplek heb. Een soort pension. En daar zijn 3 kamers voor douwers gereserveerd. En als we op tijd klaar zijn vandaag, dan gaan we daar langs. En dan kan hij waarschijnlijk daar een kamer krijgen. Het sociale project Rotterdamse Douwers is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranjefonds. Ik vind het helemaal geweldig natuurlijk, want het is ook wel een goede team die mij steunt. Ja, dat vind ik natuurlijk helemaal te gek en terecht. En ook nog te zien dat ze genomineerd zijn, dat doet me wel veel. En er kan nog gestemd worden. Ja, tuurlijk stemmen. Stemmen met alle e-mailadressen die je hebt. Nou, ik vind dat jij op de Rotterdamse Douwers moet stemmen, omdat ze elke jongere ondersteunen waar ze dat nodig hebben. En als je een beetje laks bent. Ja, dan geven ze die duwtje nog steeds in je rug om te zorgen dat je gewoon vooruit komt.
Daarom zeg ik stem op Rotterdamse Douwers. Tot zover welkom bij Rijnmond. Straks onze uitgaanstips in To Go. Dit was Welkom bij Rijnmond. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.